Finn Inuba, Arie Bonkenburg toernooi. Een van de organisatoren in het wedstrijdsecretariaat. Wat verwacht je van vandaag? Ik verwacht een hele mooie dag met veel voetbal, veel lachende gezichten. En gewoon een hele mooie dag. Hey, jullie surfen mee op het ICGT en dan is de zaterdagavond en de zondag is van jullie. Voel je dat als een extra toevoeging aan het ICGT? Zeker. Want het is natuurlijk, ICGT is zowel feesttent als voetbal. En we willen natuurlijk gewoon voor iedereen voetbal organiseren. Dus niet alleen voor de professionele, maar ook voor de amateurs. Dus ik vind het zeker een toevoeging, zowel op de velden als in de feesttent, het Arie Bonkenburg toernooi. Ja, als ik dan kijk naar vandaag en dan denk ik van vanavond de feesttent. Peter Beense, Wolter Kroes, Arie Bonkenburg toernooi. Bob Wol. Dat denk ik ook wel. Ik hoop het eigenlijk. Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Maar daarom doen we het eigenlijk ook altijd. Dus lekker op zondag al die amateurs. Blijven ze hangen. We hebben 's ochtends een ronde, 's middags een ronde. En dan vanavond met Wolter Kroes en Peter Beense. Ik gok dat ze wel een klein borreltje dan ook na gaan doen. Een goede derde helft. Wat verwacht je aan winnaars vandaag? Want het is natuurlijk verdeeld in 4 klassen. Zijn de specifieke favorieten? Nou, bij de dames is toch altijd wel ADO 20 vrouwen. Die doen het altijd wel heel goed. Dan heb je in de derde, of klasse 3, daar zit een team van Odin, wat het altijd wel heel goed doet. Heemskerk, hè? Heemskerk, ja. Ja, en vanmiddag, ik denk HSV. En misschien wel ABT All-Stars, die kunnen ook nog wel eens gaan winnen. Ja, ik heb wat gekke namen gezien. Spekkies. Spekkie, Zoete Taste, ABT All-Stars. Ja, er zijn wel. VVU All-Stars hebben we ook nog een keer gehad. Ja, VVU All-Stars. Die speelde net op het A-veld. Maar dat is van het team van Marco Soeteman. En die doen nog ieder jaar mee. Ja. Dat is een team dat heeft ooit iets van een wereldkampioenschap gespeeld of zo. Ja. Ze hebben hier natuurlijk ook een keertje het ICGT gewonnen. Maar volgens mij zijn dat niet degenen die hier hebben gewonnen. Want Roop van Leeuw bijvoorbeeld, die zit niet in dit team. Maar het zijn wel evengoed de All-Stars. De goudgele patat, snacks en broodjes, het ICGT, het Arie Bonkenburg toernooi. De mensen moeten voedsel hebben. Ja. Daar zorgen jullie voor. Ja, klopt. Al 20 jaar. 20 jaar heb ik die ICGT-toernooi. Ja. Dat is een aardige tijd. Ja, jullie sponsoren de dames? Uiteraard. Ik heb altijd gezegd, als ik voetbal ga sponsoren, sponsor ik alleen het damesteam. En dat is gelukt. Die sponsor ik ook al jaren. Net op de foto geweest met de meiden. Een mooie foto gemaakt voor de wagen. Dus we gaan voor de meiden. Het is altijd barstend druk tijdens de ICGT en het Arie Bonkenburg toernooi. Vandaag de drukste dag van het hele weekend. Met Peter Beense vanavond en Wolter Kroes. Dus het hele dorp loopt leeg. En we hebben al die amateurvoetballers hier op het terrein. Kunnen jullie dat wel handelen, zoveel volk? Geen enkel probleem. We hebben een maximale wachttijd van 5 minuten. Maximaal. In de topdrukte is het 5 minuten. Dus dat kunnen we makkelijk aan. Met hoeveel man staan jullie hier dan? Vandaag denk ik met een man of 20. Voor en achter de schermen, zeg maar. Voor, wat gebeurt er achter de schermen? Want jullie hebben zelf geschilde aardappels, hè? We hebben zelf geschilde aardappels, maar dat is alleen het patatgedeelte. We hebben natuurlijk ook de broodjestent. En er staat een grote koeltrailer erachter, zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben. Die staat helemaal vol met handel. En we hebben runners die gewoon continu zorgen dat wij handen genoeg in de tent hebben. Zodat wij door kunnen gaan in de tent, zodat de mensen niet hoeven te wachten. Ik wens je heel veel sterkte en succes vandaag. Ja, dat gaat wel lukken, dank u wel, jullie ook.